Hallo, ik ben Jacob. Ik woon in de buurt van Landskrona. Dat ligt in Zweden. Ons huis ligt op een eiland in de zee. Als ik naar school ga, neem ik de boot. Soms varen er van dit soort grote schepen voorbij. Er zitten wel meer dan 1000 mensen op en ook een heel zwembad. Hoe komt het dat zo'n groot, zwaar schip niet zinkt? Vandaag foolproof over drijven en zinken. Maar niet zonder mijn supersterke vriend. Dit is Tobias, de sterkste man van Zweden. Tijd voor de eerste proef. Eerst maar eens kijken wat blijft drijven. Een zware steen, die zinkt. Een stuk hout, dat blijft drijven. Een stuk metaal, dat zinkt. En een ballon met lucht, die drijft. Dingen die zwaarder zijn dan water zinken. Dingen die lichter zijn dan water drijven. En een bodybuilder? Maar nu komt het. Een blikje cola. Blijft die drijven? Nee, het zinkt. Nu een blikje cola light. Blijft dat dan drijven? Huh? Ja. Het blikje is hetzelfde, maar in cola light zit geen suiker, maar een zoetstofje. Dit zoetstofje is lichter dan suiker. Een blikje cola light blijft drijven. Proef 2. Muntjes zijn gemaakt van metaal. En metaal zinkt naar de bodem. Logisch, maar wist je dat je daar rijker mee kan worden? Neem een deksel, doe daar wat muntjes in en plaats het in een bak met water. Wie een muntje in de deksel weet te gooien, mag het geld houden. Maar de muntjes die naast de deksel gaan, die zijn voor mij. Zo word je rijk, want als muntjes zinken, dan dwarrelen ze alle kanten op. Ze landen bijna nooit in de deksel. De derde proef. Een ei is zwaarder dan water en blijft dus niet drijven. Maar hij kan wel drijven. Doe wat zout in het water. Het zout lost op. Het water met het zout is zwaarder dan het ei. Het ei blijft nu wel drijven. Het water in de Dode Zee is ook heel zout. In elke liter zit wel 340 gram zout. Het water is zo zwaar dat je helemaal niet hoeft te zwemmen om te blijven drijven. Proef 4. Zoutwater is dus zwaarder dan zoetwater. Maar wist je dat koud water zwaarder is dan warm water? Doe een paar druppels inkt in een potje met warm water. Sluit het potje af met wat folie. En plaats het in een bak met koud water. Prik een gaatje in de folie en kijk wat er gebeurt.
Het warme water stijgt op. Het lijkt wel een vulkaanuitbarsting. Je kan het ook met kleurstof voor taartjes doen. Als je een paar kleuren bij elkaar doet, krijg je dit. Gaaf, hè? Het lijkt wel kunst. De vijfde proef. Doe een paar druiven in een bakje met frisdrank. Door de prik ontstaan er op de druif kleine gasbelletjes. Die laten de druif drijven. Aan het oppervlak ontsnappen de belletjes en zinkt de druif. De druiven gaan dansen. Deze duikers hebben oude kanonnen gevonden. Ze zijn veel te zwaar om mee omhoog te nemen. Maar ze hebben een truc. Ze maken zakken aan de kanonnen en vullen deze met lucht. De luchtbellen stijgen op en nemen het zware kanon mee. Een onderwaterhijskraan. Een boot tilt tenslotte het kanon uit het water. Handig, hè? De zesde proef. Badbruistabletten maken ook belletjes. Daar kan je iets moois mee maken. Neem een vaas. Vul hem voor een derde met water. Vul de rest van de vaas met slaolie. Laat het even staan. Olie is lichter dan water en blijft op het water drijven. Doe er nu een paar druppels kleurstof waarmee je ook taartjes kan kleuren bij. De druppels zinken in de olie en komen bij het water. Ze kleuren het water rood. Doe nu een paar bruistabletten in de vaas en kijk wat er gebeurt. Wauw! De luchtbelletjes zijn lichter dan olie en stijgen op. Ze nemen het gekleurde water mee omhoog. Het lijkt wel een vulkaanuitbarsting. Een raadseltje. Neem een grote steen. Hang deze op aan een weegschaal. Even wegen. 24 kilogram. Hang nu die steen onder water. Weegt de steen nu meer of minder? Of blijft het gewicht hetzelfde? Eens kijken. 12 kilogram. Onder water weegt de steen dus minder. Maar de steen is niet minder zwaar geworden. De steen duwt het water aan de kant. Het water duwt terug en drukt de steen omhoog. Dat heet opwaartse druk. Astronauten dragen een enorm groot en zwaar pak. In de ruimte hebben ze er geen last van, omdat het daar voelt alsof ze gewichtsloos zijn. Voordat ze de ruimte ingaan, oefenen ze om in die pakken te kunnen werken. Dat doen ze in een zwembad. Door de opwaartse druk van het water voelen de pakken ook hier gewichtsloos. Proef 8. Hoe komt het nou dat die grote zware schepen blijven drijven? Ze zijn van ijzer en wegen veel meer dan water. Ik kan het je laten zien. Een klomp klei is net als ijzer zwaarder dan water. Het zinkt dus naar de bodem. Hoe kan je klei toch laten drijven? Kneed van de klomp een bakje. Dat verplaatst nu meer water dan de klomp. Hierdoor is er ook meer opwaartse druk. Genoeg om het bakje te laten drijven. Dit werd ooit ontdekt door de Griek Archimedes, terwijl hij in bad zat. Hij werd zo blij van zijn ontdekking dat hij uit bad sprong en in zijn blootje door de straten rende. Hij riep, Eureka! Dat is Grieks voor, ik heb het gevonden. Tenminste, zo gaat het verhaal.
Dit grote schip, met meer dan 1000 mensen en een zwembad aan boord, weegt met gemak 20 miljoen kilogram. Maar hij zinkt niet. Omdat het schip zo groot is, verplaatst het ook veel water. Hierdoor ontstaat een enorme opwaartse druk. Het zware schip blijft drijven. Wij gaan ook een bootje bouwen. Tobias, kan jij van een krant een bootje maken waar deze zware tang op kan drijven? Nee, zo gaat het niet. Knip de krant in stukken en leg ze in een bak. Doe er water bij. En duw er een tweede bak in. Nu komt het. Plaats de bakken in de vriezer. Even wachten. Even kijken of hij het doet. Tang erop. Yes! Een bootje van krantenijs. Tobias heeft even zitten rekenen en meten. Hij denkt dat hij van zijn badkuip ook een bootje kan maken. Nou, laten we het proberen. Het is een beetje wiebelig. Tobias, waar is dit eigenlijk voor? De boot is lek. Hij zinkt!